PSV onder 16, het team van trainer Christophe Albrecht en assistent Kevin Hofland nam het zaterdag op tegen de leeftijdsgenoten van Sparta Rotterdam. PSV doet het goed in de zogenaamde kampioenspool. 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten, de volle buit dus. Tegenstander Sparta verloor 1 keer en won de overige 2 wedstrijden. Een spannende wedstrijd dus. En Pirou vroeg in de wedstrijd, komt net een teenlengte tekort. En Sekou Sidibé komt dan niet helemaal goed uit. Maar de openingsfase is voor PSV. Wallenburg speelt terug op Rouleau. In ieder geval, dat was de bedoeling. Sam Kloos dan de bal te ver voor zich uit. Daar een gelukje voor PSV. Grote kans voor Sparta. Voor de rechtsbuiten Sam Kloos. Maar PSV komt goed weg. Het zijn eigenlijk de enige hoogtepunten uit die eerste helft. En de tweede helft begint voortvarend. Dan wel voor Sparta. Een goed doelpunt. Goede voorzet van Nguyen. En Rouleau kan er dan niet bij. 1-0 voor Sparta. Daarna is de beurt aan PSV. Weer een vrije trap. Pirou dit keer tikt de bal binnen. De vrije trap was van Boziers. En Pirou helemaal vrij. Niemand om hem heen. En Sven Scholte, die is gepasseerd. 1-1 dus. In de wedstrijd met een hoog tempo gaat snel op en neer. Want hier is het Sparta weer goed uitgespeeld. Spits Ibrahim Dervizoglu. Raakt de bal niet helemaal goed, maar hij zit wel. 2-1 voor Sparta. Krijgt de ruimte. Raakt de bal niet geweldig. Maar het doelpunt telt. En dat is voor Sparta het belangrijkste. 1-2 dus. Dan weer Boziers met een vrije trap. En dit keer is het Leandro Fernandez die de bal inkopt. Weer dus de centrale verdediger met de assist. Weer de vrije trap. En Fernandez staat vrij. En met de achterkant van zijn hoofd scoort de aanvoerder de gelijkmaker. Dan in blessuretijd krijgt Sparta misschien nog één kans. Weer de vrije trap. Dit keer niet heel gevaarlijk. Wallenburg dan meteen de bal naar voren. Misschien nog een kans voor PSV. Maar u hoort het fluitje van scheidsrechter Van de Wouw. PSV onder 16. Sparta onder 16. Spelen gelijk. 1-1 dus op de hertgang. PSV nog wel koploper. 10 punten uit 4 wedstrijden. Sparta, de tegenstander van vandaag, volgt op 3 punten met 7 uit 4.